Als je naar deze badplaat kijkt, denk je niets bijzonders. Maar als je met een microscoop kijkt, zie je allemaal algjes. Dit zijn kiezelwieren. En ze zien er prachtig uit. Er zijn er erg veel. Met vele miljarden. Alleen al op één wadplaat. Daarom zijn ze heel belangrijk. En ze halen evenveel CO2 uit de lucht als alle regenwouden op aarde bij elkaar. Van zonlicht maakt kiezelwier energie. Dat heet fotosynthese. Zo maken ze voedingsstoffen zoals suikers. Een beetje voor zichzelf om van te leven, maar ook voor anderen. Ze produceren slijm, waarin de voedingsstoffen zitten. Dit slijm is weer handig, want het plakt zandkorrels aan elkaar vast. De wadplaten zijn daardoor heel stevig. Zo'n glanzende sliklaag vol kiezelwier is de basis van het leven in het Waddengebied. Kiezelwieren worden gegeten door bijvoorbeeld wadpieren en wadslakjes. En die zijn weer voedsel voor andere dieren en ga zo maar door. Kiezelwieren zijn een belangrijke bron van energie voor de hele Waddenzee. Ze zijn de zonnepanelen van dit gebied.